Goed, vrijdag 4 oktober. Het lijkt me zinvol om een soort terugkoppeling te geven van de reacties naar de uitzending. Het was een zwaardere week dan we gewend zijn qua belangstelling. Het heeft ons diep geraakt en met ons bedoel ik alle personeelsleden op de Hugo de Groot. Het heeft ons diep geraakt hoe dit land heeft gereageerd. We hebben vanuit Leeuwarden tot Roermond. Excuses, er was weer iemand die reageert op de uitzending. We hebben ontzettend veel mooie reacties gehad uit heel het land. We hebben denk ik, ik alleen al heb meer dan 400 mails gekregen deze week. Van ontzettend betrokken mensen, mensen uit het onderwijsveld, maar ook van ouders met kinderen in het onderwijs. En eigenlijk is de strekking daarvan, we zijn diep geraakt door de documentaire, maar wat een moed heeft jullie team, wat een moed hebben jullie als personeel om het onderwijs zo vorm te geven en om met zoveel liefde naar het kind toe op te treden. Dus eigenlijk los van de filosofie van 2 jaar tot 18, hè, los van die superschoolfilosofie, heeft gewoon het feit dat wij ons bekommeren om het kind en zoveel voor het kind betekenen, heeft het land geraakt. En het heeft geresulteerd in heel veel bloemen, van hele lieve oude oma's tot en met wat fittere dames, tot en met bloemen waarvan we niet eens weten van wie wij ze hebben mogen ontvangen. Wel alleen van kijkers in die zin, alleen van ouders, van docenten. Voor de rest, vanuit welke andere laag die ik nu niet ga noemen, hebben we niets ontvangen. Taarten. We hebben uitzonderlijk veel gebakken op deze week. Dit is de week die Sonja Bakker niet leuk vindt. Ik denk dat we iedere dag, elke pauze, ons te buiten zijn gegaan aan slagroomtaarten, aan moorkoppen. Mensen die gewoon vanuit hun goedheid en vanuit een soort emotionele verbinding zoeken met ons taarten hebben gestuurd naar de school. Er is ook een andere generatie aan zet geweest, namelijk de mensen die niet mailen, maar kaarten schrijven. Ik heb fantastische kaarten gekregen in hele mooie handschriften waarin bijna dezelfde boodschap staat eigenlijk. Ik wil die mensen allemaal hartelijk bedanken. Er zijn ook reacties geweest uiteraard van bedrijven die opeens jou willen helpen. Maar het is gewoon verkapte acquisitie. Daar zijn we vrij kort naartoe geweest. Alle mensen die ons gemaild hebben, het secretariaat of mij, u krijgt allemaal antwoord. Het zal van de week gebeuren. Maar ik wil jullie ontzettend bedanken. Dan is er eigenlijk ook nog heel ander mooi nieuws voor de Hugo de Groot. In 2005 zijn wij op zwak gezet. En door onze resultaten de laatste jaren hebben wij gisteren om 5:01 middags het nieuwe rapport ontvangen. En de MAVO, HAVO en Atheneum en het gymnasium zijn alle 4 op voldoende gezet door de inspectie. Ze hebben veel vertrouwen in onze school. Dus ik heb vandaag een toespraak gehouden in de eerste pauze. Ik heb tegen de mensen gezegd, toen u gisteren het gebouw verliet, verliet u een school die als zwak te boek stond. En u bent eigenlijk, zonder dat u dat besefte vanochtend, een school binnengewandeld die een hele andere keurmerk heeft. Namelijk, u bent een school binnengewandeld die als voldoende gezien wordt door de overheid, door de inspectie. Dubbel feest deze week. En we gaan zeker op basis van het laatste inspectierapport ook volgende week nog heel veel taart geven. Ik roep alle onderwijzers op in Nederland om keep the faith. Blijf het vertrouwen houden. Jullie zijn allemaal goed bezig. Blijf van je kinderen houden, blijf van je vak houden, blijf van je les houden. Laat ons het maar doen. Hou vol.